Tot kijkt ook van. En hier zien we Jean Todt en daar Michael Schumacher. Als hij de volgende ronde uitrijdt, is hij een van de meest succesvolle Formule 1-coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Hier gaat hij door de laatste bocht. Nou, nog één ronde te gaan. En hij heeft al een record, want hij heeft ook al 16 races, is hij al in de punten geëindigd. Dus die heeft hij ook al in de pocket. En dit wordt super, super mooi. We gaan naar de laatste ronde in, maar vergeet niet, Schumacher die kan zich nog verremmen. Het verschil tussen hem en David Coulthard is 20 seconden. Maar ja, vergeet niet, Schumacher kan zich nog verremmen. Nou aanremmen voor die elite hairpin. En dat doet hij foutloos. Prachtig gedaan van Michael Schumacher. Kimi Räikkönen rijdt achter hem. Hier zien we dus Michael Schumacher leidt. Tweede Räikkönen, derde Coulthard. En dan nog met een 3 stoppen. Heel mooi gedaan. En toch, ja, door die fout van Räikkönen mist hij gelijk zijn allereerste overwinning. Maar dat hij zal vast wel binnenkort een overwinning gaan pakken. Nog een klein stukje te gaan voor Michael Schumacher. En dan is hij 5 keer wereldkampioen. Daar komen de laatste bochten aan. Daar gaan we dan. Daar komt Michael Schumacher. Wint de race in Frankrijk. En is 5 keer wereldkampioen Formule 1. En die is super blij natuurlijk. Wat een prachtige race. En wat een legende is het geworden. 5 keer wereldkampioen. Ongelooflijk. En dit zijn beelden die je wil zien. Dit is een legende. Prachtig gedaan. En daar zien we David Coulthard. Die dus derde gaat eindigen. Het is een hele mooie overwinning en hij reed hem uit in stijl. Eigenlijk had Kimi kunnen winnen, maar door de olie van McNish ging Schumacher er toch voorbij. En het betaalde zich af. Schumacher is 5 keer wereldkampioen en er komen er zeker weten nog wel een paar bij. Prachtig. Café du Plop, the place to be. Kom ook een keer gezellig langs.